Dag dames en heren, van harte goedenavond en welkom weer bij QN Sport op deze zondagavond. Ja, we zijn al in de maand februari. Straks in dit programma gaan we kijken naar wat indrukken van de persconferentie van Gersino Rozenstruik, meer bekend als Biggie Boy. En bijzonder veel aandacht zal besteed worden aan de Surinaamse Classico Transvaal Robin Hood. En ook Santos speelde in die keri en het bezoek van Notch. In het buitenlands gedeelte kijken we automatisch naar La Liga, waar we de topper hebben tussen Atletico Madrid en Real Madrid. Ook Barcelona kwam in actie en dan uit tegen Atletico Bilbao. Kijken wat Juventus gedaan heeft in Italië. En natuurlijk NBA top 10, altijd spectaculair. En alle ogen zijn gericht natuurlijk op het NBA All-Star Weekend. En natuurlijk, zoals ik het zei, in het tweede gedeelte van QNC de Sport zullen we uitgebreid komen met een verslag, met reporters, met analyse. Want het gaat om Transvaal Robin Hood of Robin Hood Transvaal. In dit geval een thuiswedstrijd van Transvaal. Dan moet je gewoon alles bij elkaar brengen om zo'n classico uit te rafelen. Wat mij betreft graag tot zo. Welkom terug. En voordat we gaan start gaan, zit ik samen met mijn collega Rashid Sultan. Rashid, goedenavond. Goedenavond, Kusje. Alles goed met je? Zeker weten. Ja? Ja, zeker. Met jou? Ja, goed. Dankjewel. En samen met Rashid gaan wij natuurlijk deze aflevering voor u presenteren. En natuurlijk waar het nodig is in details ingaan. We weten allemaal dat vorige week Gersino Rozenstruik, meer bekend als onze Biggie Boy, zijn eerste grote partij, omdat hij een contract had getekend bij UFC, natuurlijk moest gaan vechten te Fortaleza. Rashid, we hebben gezien dat Biggie Boy die partij toen gewoon heeft in de tweede ronde, ja. Ondanks hij in de eerste ronde in problemen kwam. Hoe belangrijk is dit ook voor Gersino zelf geweest, als we weten dat hij in zijn carrière het goed gedaan heeft bij kickboksen, een beetje gestruggeld, wat tegenslag had, yes. Teruggekomen en bewezen heeft. Zeg je van, dat is een stukje mentaliteit. Ik denk dat als de struggles en de tegenslagen wat minder waren, Koesje, denk ik dat we Biggie misschien al eerder hadden kunnen bewonderen bij Glory. Want hij was ook een hele goede kickbokser aan het worden. Hij was een hele goede kickbokser. En dat hij dus uiteindelijk een UFC-contract heeft weten af te dwingen met zijn prestaties, is gewoon super. En het heeft inderdaad te maken met een hele sterke geest en een hele sterke wil. Goed, moeten we zeggen van een contract is natuurlijk niet eenvoudig. Je had keihard moeten werken, zoals ze dat allemaal zeggen. Ja. Staat aan het begin van een mooie carrière bij UFC. Absoluut, absoluut. Ik hoop het. Laten we het zo zeggen, we kunnen niet in de toekomst kijken natuurlijk. Maar als je zo start, de eerste ronde was een beetje moeilijk voor die man, maar dat hij het uiteindelijk met de KO afrondt. Je zal altijd een beetje geluk aan je zijde nodig hebben. Tyron Spong zegt het ook altijd, bij dit soort gevechten kan alles goed voor je lopen, maar het kan ook in 1 seconde afgelopen zijn met je. Toch, ondanks je weet dat hij sterk is, hij is kracht, hij slaat heel hard. Carrière UFC, dan daar ga je ook voor het geld. Dan zijn de klappen en de trappen veel zwaarder, alles mag. Toch niet gekozen voor een bokscarrière? Niet gekozen voor een bokscarrière. Ik denk dat dat ook te maken heeft met hetgeen hij zich lekker in voelt, Koesje. En vandaag is eigenlijk bijna bij ieder alles wat de klok slaat geldt. Maar Gersino heeft toch zijn loyaliteit bewezen aan de mensen om zich heen. De mensen met wie hij jaren bezig is. Okay. En dat is heel erg te waarderen, denk ik, in deze sport. Oké, dat was het natuurlijk even over Biggie Boy Gersino Rozenstruik. Afgelopen zaterdag, dus gisteren, was er een persconferentie bij Hotel Ramada in. En we weten nu in het profcircuit, dan kunnen dingen niet meer zomaar op Surinaams, kan even langskomen zo. Er is een managementteam, er is een contract, je zal eerst daar moeten gaan. Onze reporter Ivan Sommerfield was aanwezig bij de persconferentie en maakte natuurlijk het volgende verslag voor ons met de reacties en interviews. Gersino Biggie Boy Rozenstruik, die sinds kort zijn UFC-debuut heeft gemaakt, belegde zaterdag een persconferentie.
Alvorens we overgaan tot de persconferentie en zijn terugblik van zijn UFC debuut, voeren wij u terug naar het memorabele moment voor Piggy Boy en Suriname. Nou, de eerste, je komt in de zaal, je wordt aangekondigd, je loopt naar binnen. Er zijn 15.000 Brazilianen die geen schreeuwen hier, ga je doen. En je moet je denken van wat gaat gebeuren. Ik kan twee dingen doen. Ik kan teruglopen of ik ga daar binnen en ik ga matten. Nou, ik heb ervoor gekozen om daar te gaan en te gaan vechten. De eerste rond de bel gaat. Hij drukt naar achteren, ik word af en toe gaan gevoelen. Het ging te snel. Hij gaat meteen voor die team dan, zo niet dat ik er was. Oké, ik krijg maar naar de grond. Eigenlijk alle posities waar ik in kwam. Van Kimura, Fumal, hij pakte mijn rug. Side control. Allemaal dingen die we hebben getraind. En gelukkig ook niet daar goed voorbereid. Of was ik daar niet goed voorbereid. Dus, het was helemaal geen probleem. Ik was gewoon ontspannen. Ik pakte mijn adem, ik trapte niet in paniek. En ja, wat hij deed allemaal kostte hem heel veel kracht. En dat wist ik van hoe groot het ook die gaat het niet langer volhouden, hij gaat behoorden. Ja, inderdaad. Einde van de eerste ronde, ik sta op. Ik zie dat hij een beetje zwaar ademt. Ik zet een combinatie, ik raak hem. En het was nog net te laat. En de bel ging. En de tweede ronde zei hij, maakt wel dat hij goede tempo omhoog. Hij kan niet meer de tempo. Dus ja, ik kon drukken door de drukken. En hij kon niet meer uit, we gaan voor de tweede. Ik draai hem nog binnen. Maakte een afstoot, ik bedoel, maakte echt een wisselstap rechts, dus rechtshoek, met een hoog getrapt en bam. Maakte hij naar beneden en dan zit alleen maar grond en bam, tevreden. Hoe heeft Biggie Boy zijn UFC debuut ervaren? Hoe ik het heb ervaren, het is een hele grote ervaring. Het komt eigenlijk over me heen. En ik doe alles gewoon over me heen komen. Ik kreeg een contract en ik dacht van, ik ga terug gaan. Ik bel mij drie keer. Hij zegt me, Biggie, dat is het man. Ja, op een gegeven moment, ik teken dat ik stuur terug, ik krijg feedback. Ja, gewoon blij. De wedstrijd is bijna aan de deur. Dan denk je nog steeds van, hé, zit nog steeds een graf. En doe je dat, en dan denk je van, wow. Dus, ik weet eigenlijk niet waar ik heb gestaan. Dus voor mij is het gewoon een droom en ja, ik beleef het gewoon. En ik vind het er gewoon van. Ja, dat is het. Tijdens de persconferentie kreeg Biggie Boy twee geschenkjes, namelijk van de Sue Thai Boy officials en de minister van Sport en Jeugdzaken, Lalini Gopal. Wij voeren nu terug naar de toespraak van de minister en de overhandiging van de geschenken. Het was wel heel erg kort hoor, ja, ik ben dat toch aan het langer genieten. De tweede ronde, 54 seconden, had je de Braziliaanse junior Jabiri geslagen. Ja toch? Maar we zijn super trots op jou en dat zal je ook wel gemerkt hebben op de manier waarop je binnen bent gehaald op de eerwoord. Dankjewel. We zijn heel erg trots omdat jij de eerste Surinamer bent die een contract heeft gekregen. En het tweede is je overwinning. Een bijzonder woord van dank willen we ook richten aan de heer Bak, de coach, die ook heel hard werkt om de helft van de successen te behalen. We hopen en we roepen op dat de jongeren heel veel inspiratie kunnen uit de succes van Biggie Boy. En de samenwerking met het ministerie van Sport en Jeugdzaken kennen we al. We kennen het project Biggie Boy en de Kids Parents. Ik weet ook dat elke keer weer als wij als ministerie een beroep doen op Biggie Boy, dan kun je ons jongeren coachen, begeleiden, dan staat hij daar. We kennen Sophia Sleurs, hij helpt altijd waar hij kan helpen. Ook wij van het ministerie hebben een toezegging gedaan dat we ook zullen helpen waar we kunnen helpen. We staan er open voor. Tot slot, Piggy Boy, wil ik je namens de totale samenleving, namens de totale regering, in het bijzonder de president, van harte feliciteren met het behaald succes. Blijf een inspiratie voor de jongeren, zodat we ze kunnen weghouden van de verkeerde invloeden en heel veel succes in je verdere carrière. Dat was reporter Ivan Sommerfield.
in gesprek en het verslag gemaakt heeft, Ramada. Zo zien we allemaal natuurlijk dat het natuurlijk op dit niveau anders moet gaan. Management team, er zijn mediatrainingen. De stap maken betekent dat je je bezig moet houden met een bepaald protocol, Rashid. En ook dat zal Biggie natuurlijk ook een ander mens maken, omdat je in de pro-circuit toch nieuwe en keiharde regels krijgt. Absoluut. Van het, zeg maar, het semi-prof niveau naar het prof niveau is een hele grote stap, Koesje. Het zal hem zeker een ander mens maken, maar ik hoop niet dat het hem een ander mens maakt op een negatieve manier. Dat je verkeerd omgaat met de aandacht en dat soort dingen. En dat verwacht ik ook niet van Jacinho. Ik denk dat zowel jij als ik Jacinho ook wel persoonlijk kennen. Het is een hele rustige jongen. En ja, mijn gevoel zegt me wel dat hij er op een goede manier mee zou om gaan koesten. Oké. Okay. Al dus nog even enkele highlights uit het gevecht. Het debuut prof UFC gevecht, zeg maar, van Jacinho, Biggie Boy, Rozenstruik. Om nog even dit af te sluiten, Koesje. Durf je een mooie carrière voor Jacinho te voorspellen? Dat zal nou blijken. Je hoopt natuurlijk, je wenst hem alle succes, Rashid. Ja. Maar wij zenden ook heel veel UFC fights uit op ons sportchannel. Ja. Het gaat in een bepaalde gewichtsklasse. Absoluut. sorry. Het zal een mooie aanloop zijn, maar het zal niet makkelijk zijn voor hem. Maar je kan trots zijn, omdat het eigenlijk gewoon een ruwe talent geweest is, Suriname. Absoluut. En hij heeft stappen gemaakt en daar hoort hij thuis. En hij zal ook partijen verliezen, want dat is topsport. Topsport bestaat uit winnen en verliezen. Absoluut. Maar ik denk dat hij een fantastische carrière heeft. Denk je dat hij ook de weg open gaat voor andere talenten? Dan zullen talenten van Suriname ons moeten bewijzen dat ze in staat zijn te trainen, ja, toch? Discipline te hebben en natuurlijk ervaring gaan opdoen in het buitenland. Nee, absoluut. Goed, en dan gaan wij naar een andere tak van sport. Verhuizen naar de Ismee van Wilgen Sporthal, waar er is gebasketbald tussen Kooi Kaper en De Arend. En dit is de uitslag. Goed, dan hebt u dat natuurlijk ook gezien. Een overwinning is het geworden voor De Arend. En ik krijg me even naar mijn collega Koesje. De SBA-competitie natuurlijk weer begonnen. Verwacht je dat het weer zo'n beetje dezelfde top zal zijn? Dezelfde vier ploegen die zo'n beetje de play-offs in zullen gaan? Ja, ik denk het wel, Rashid. Nu is het vroeg, het is pas begonnen. Meestal in de tweede ronde zie je wanneer de kaarten geschud worden, welke kant het opgaat. Jelle Beurs is titel verdediger daar. Dan hebben ze natuurlijk belangrijke spelers, Denzel Leter, die het verschil maakt. Maar waar je vroeger dat je veel tegenstand van CLD zou krijgen, Nou, die is ver teruggevallen afgelopen jaren. Absoluut. Die is eigenlijk niet heel ver teruggevallen. En dat betekent dat ze daar een hele slechte aankoopbeleid hebben. En je kan zeggen, je richt je op de jeugd, maar dan nog ben je ook niet dominant bij de jeugd. Dus ik denk wel dat Kooi Kaper langzaam wil komen. Maar SCVU met ervaring, dan Rachel waarschijnlijk in zijn tweede jaar misschien Salman gaan ontronen. Jelle Beurs na 9 jaar weer kampioen. Die trend zal zich zeker voortzetten, zoals je zegt. Maar nu is het, je moet positie, je moet je wedstrijden winnen en kijken van hoe sluit je de eerste ronde af. En bij hoeveel clubs denk je dat misschien ook het financiële aspect een grote rol kan spelen? Iedereen heeft last daarvan, de ene of minder. Zeker de Volks zoals De Arend, die talenten heeft, maar die worden weggehaald of die gaan weg. Maar ik vind ook dat de clubs een beleidsplan, een sportplan moeten gaan schrijven. Ja. En niet gaan wachten op donaties. Ga geld zoeken. Kom met een plan, hoe wil je je voortzetten? Toch, waar wil je in het tweede jaar, in het derde jaar? Ja, doe er wat mee. Maar geen brief schrijven van ik wil geld hebben. Want ja, het is makkelijk. We moeten misschien meer, de clubs moeten harder gaan werken. Niet alleen bij basket, bij alle takken van sport. Ik kan me helemaal terugvinden in hetgeen je zegt. Ja. Goed, dan gaan wij naar Koning Voetbal. Normaal beginnen we altijd met voetbal. Maar Biggie Boy, prestatie was belangrijk. Dus vandaar. De eerste divisie werd voorgezet, Santos uit Nikeri. Die beelden hebben wekelijks natuurlijk, want de operations zitten onder andere ook in het westen. Even kijken wat Santos thuis deed. Ze kregen bezoek van Notch.
sheet. Is het lastig voor Santos geweest die eigenlijk een hele gap gehad heeft, kon niet spelen, dat hele proces is bekend. Iedereen had bijna 6 zeven's bij. Nu moeten ze een inhaalslag maken, geen wedstrijd erin, maar ondanks ene. Is het moeilijke voetballen denk je voor ze? Aan de ene kant zeker wel. Het punt is namelijk, door die hele gap krijg je ook een hele gedemotiveerde spelersgroep. Hoe lang ga je de jongens kunnen blijven motiveren om naar de trainingen toe te komen? En zich alleen maar voor te bereiden, zeg maar, op een oefenwedstrijd. En alleen maar wachten, en dan komt het proces, en dan lijkt het proces uiteindelijk gewonnen te zijn. En dan is het toch weer uitstel. Zorgt voor een heleboel demotivatie. En uiteindelijk heeft de trainer, de organisatie van Santos, de jongens toch weer gemotiveerd kunnen krijgen. Ze hebben tegen Inter Mungotapu dan weliswaar met 5-1 verloren. Maar ze hebben toch ook wel degelijk voetbal op eigen veld geleverd. De tweede wedstrijd was al een stukje beter. Ik dacht een gelijkspel tegen WBC of zo. Ja. En als je dat uiteindelijk zo ver kan krijgen, dan moet je aan de ene kant zeggen van ja, het is vervelend. En aan de andere kant moet je toch proberen het positieve eruit te halen. Ja. Door die gap ga jij nu heel veel wedstrijden na elkaar krijgen. En dat kan ook wel een positieve werking. Zeg je ook van natuurlijk voor het district belangrijk dat ze in de topsectie spelen. Dat zeker. En, maar als je geen geld hebt, kan je ook niet de topspelers kopen. En wat je hebt, moet je gaan behouden. Een goede leerproces voor Santos in de eerste divisie? Absoluut een goed leerproces. En financiën, die spelen altijd wel een rol. Ja. Koos je zeker als je andere ploegen tegenover je hebt. Die wel over veel geld beschikken. En de goede spelers ook bij jou kunnen wegkapen. Het is net wat je zegt. Komend weekend geen NBA basketbal. Alles staat in het teken van het All-Star weekend. Een nieuw concept. LeBron James mag aan de ene kant een team vaststellen. En aan de andere kant... hoe heet die andere speler dan weer? Hele moeilijke naam. Hele moeilijke naam. Dion van de Milwaukee Bucks. Giannis... Laat het eigenlijk op Giannis. Hij heet Giannis Opitenko. Of, ik weet niet precies. Dus dat is het ook. En alles zal in het tegenstaan van All-Star Weekend. Met de 3-point dunk shootout contest. De dunk contest. En de promising players, Rashid. En dat is natuurlijk weer een nieuw concept in de NBA. Ja, het grappige is, Koesje. Wij zitten hier in Suriname. En donderdagavond, toen de draft had. Toen je de draft had. En je had dus team... Team LeBron werd gekozen en Team Giannis. Shaq had er moeite mee, Kenny Smith had er moeite mee. Charles Barkley, ze hadden allemaal moeite met de naam, de familienaam van Giannis. Giannis. Dus houden we het op Giannis. Goed, dus dan weten we dat allemaal dat komend weekend natuurlijk NBA All-Star weekend is. En zoals beloofd bij het begin van QN Studio Sport, dat we bijzonder veel aandacht zouden besteden aan Transfaroblund, dat is de Classico. Van oudsher, de oude rivalen zoals in Suriname Transfer Robert hebben. In Nederland hebben we Ajax, Feyenoord, we hebben Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Inter. Zeg maar River Plate, Boca. Elk land heeft altijd een klassico, anderen noemen het klassieker. Het volledige team van ons was in het André Kampenveen Stadion. Maar voor we gaan naar die beelden, als je bij zo'n klassico, dan moet je het enige uitrafelen. Absoluut. Het is een te belangrijke wedstrijd. Waarom zou je het in Suriname dan niet doen als je het wel kan? Terwijl het wel in andere landen gebeurt. Ja, precies. En daarom moet je zeggen, want als het nou transfer Robin Hood is, dit keer een wedstrijd in AK Stadion. Ja. Of Robin Transval, of zeg maar, de mannen die leven te Robin Hood of leven te Transval. Het zijn topwedstrijden die je eigenlijk altijd dieper moet gaan maken. Ja, absoluut. Absoluut. We houden toch van het voetbal in ons eigen land. Ja. Dus ja. Goed. Wij gaan over naar het André Kampenveen Stadion. Die partij begon eerder op de avond, 6:00 PM. En we gaan vast kijken naar de mooie momenten van die ontmoeting tussen Transvaal, die momenteel misschien daar op de 5e plaats staat, en Robin Hood, die leunt tegen de 1e plaats, zeg maar 2e plaats, Leer Victor staat 1. Even kijken naar de beelden vanuit het André Kampenveen Stadion. We'll be right back.
dat was dus Transvaal tegen Robin Hood in het André Kamperveen Stadion. De punten, de competitiepunten, woedelijk verdeeld. Zeg je, Koesje, dat is terecht, gewoon een gelijkspel tussen deze twee toppers? Dat betekent dat ze de trend hebben voorgezet van vorig jaar. Ja. Dat ze niet van elkaar hebben kunnen winnen. Het was vorig jaar 0-0 om 2-2. En dit keer weer een gelijkspel. Dat zijn ze aan elkaar gewaagd. Maar als je je kansen krijgt en je scoort ze niet. Robin gaat er baat bij om te winnen. Maar Transvaal nog meer. Ja. Omdat Transvaal natuurlijk de aansluiting wil hebben met de kopgroep. Maar dat is helaas niet gebeurd. Laten we eerlijk zijn. Transvaal die bereikt met een gelijkspel niet bepaald veel. Ja. Nee, dat helemaal niet. Want de concurrenten. De naaste concurrenten bij winst, die lopen vooruit. Het rammelt binnen Transvaal. Ja. Dat zie je ook. Dat is niet gezond. Maar het is een beleidskwestie. De tegenstanders hebben geen boodschap aan dat het rommelt binnen je club. Ja. De organisatie, als het er niet staat, punten, je moet je punten gaan pakken. Het is uiteindelijk toch ook, hoe zal ik dat zeggen? Het is uiteindelijk toch ook wel jammer dat Iverzo Convalius niet meer speelt voor Transvaal op dit moment. Voor Transvaal wel, voor Iverzo niet. Iverzo kan een profcarrière tegemoet zien. Dat gun ik hem. Absoluut. Ik ken hem vanaf zijn zevende. Ja. Ik heb het systematisch gezien. En dat is de trend die ook gaat voortzetten als mensen eigenlijk hun zaken goed in orde krijgen. Maar dan nog. Voetbal wordt niet gespeeld door één man. Ja. Toch? Je hebt genoeg spelers, dan moet je concept gaan veranderen. Als Iverzo er niet is. Ja, goed, als je kijkt naar de competitiepunten die Transvaal tot zover hij vergaat. Het aantal doelpunten dat ze per wedstrijd maken. Dan is het gemis van Iverzo Convalius. Met de komst van Rivaldo Doorson bijvoorbeeld. Degelijk goed opgevangen. Zeker weer. Alleen. De dreiging en zijn passeerbeweging en zijn vermogen. Ja, het is op dat moment de beste speler van Transvaal. En een van de beste van Suriname. Ja. Ja, dat is voor Transvaal een aderlating. Maar als je je wedstrijden wint, denkt niemand aan Iverzo. Als je verliest, wel hebben we Iverzo niet. Als we gelijk spelen, als Iverzo er was. Maar wanneer je wint, dan praat je niet voor Iverzo. Nee, precies. Maar Amit heeft wel gesproken met Raymond Mannen, Guusje. Even kijken wat Amit allemaal te horen gekregen zou hebben. Oké. Okay. Ja, toch? Jazeker. Precies. Amit bent daar in gesprek met de coach van Transvaal, Raymond Mannen. Trainer Raymond Mannen, je speelt vandaag 1-1 gelijk tegen Robin Hood. Vroeg kom je op 1-0 en uiteindelijk is het toch 1-1. Ben je tevreden met het resultaat en ook het spel van je team? Uiteindelijk je wil altijd winnen als trainer, dus wat dat betreft gelijkspel niet tevreden. Maar aan de andere kant, het is wel tegen een goede ploeg wat je speelt. Dus dan mag je uiteindelijk wel blij zijn met een gelijkspel. Maar als je kijkt, eerste helft was echt voor Robin Hood, tweede helft wat meer voor ons. En ik denk als we daar wat slimmer mee hadden omgegaan, dat we toch nog een overwinning eruit hadden kunnen halen. Je moest je wissels plegen vanwege blessures in je team. Heeft dit jouw spelsysteem veranderd? Ja, zeker weten. Als je kijkt, die blessures die we hadden, dat het gewoon heel zuur was dat je drie keer moet wisselen door blessures. En er waren al wat mannen bij die toch een beetje 50-50 voor vandaag waren. Ik heb toch het risico genomen om ze te laten starten en laten spelen. En het heeft niet mogen baten dat ze wat extra's hebben kunnen doen, maar ze hebben goed gespeeld. En op een gegeven moment moet je gewoon wisselen om het wisselen door de blessures te vervangen. Je rust met 1-1. Je komt terug in de tweede helft. Wat heb je in de rust gezegd aan de spelers om tenminste de tweede helft tegemoet te gaan? Nee, ze moeten genieten van de wedstrijd. Mooi publiek, veel publiek en altijd een mooie wedstrijd tegen Robin Hood. En je moet gewoon met zelfvertrouwen spelen. Wat ik de eerste helft een beetje heb gemist, dat we toch wat onzekerder waren. Wat makkelijk balverlies hebben. De tweede helft gewoon veel beter gedaan. We kwamen veel beter aan de bal. Betere combinaties, meer rust aan de bal. En dat hebben we gewoon de tweede helft beter laten zien dan de eerste helft. Er zijn een aantal basisspelers vertrokken bij Transvaal. En je moet nu verder gaan met de jeugdspelers, want als ik goed heb, heeft Transvaal niet ingekocht. Hoe ga je daarmee om richting je volgende wedstrijd? Nee, klopt helemaal wat u zegt. Nou, we gaan gewoon door met de weg die we zijn ingeslagen. Het zijn geen nieuwe mannen. Natuurlijk wel, ze missen wedstrijdritme, dat zie je gewoon. Van de doelman is het pas een tweede wedstrijd in de competitie. En hij heeft het al weer 10 keer beter gedaan dan de vorige wedstrijd. Dus we maken gewoon stappen daarmee. En ze moeten gewoon het vertrouwen krijgen dat ze kunnen voetballen. Want ze kunnen allemaal voetballen. Alleen het vertrouwen blijven geven en hard blijven trainen, hard werken. En voor elkaar blijven werken. Dan kunnen we het iedereen moeilijk maken. En kunnen we van iedereen punten pakken. En dat was Amit Blinda in gesprek
met coach Raymond Mannen. Onze andere reporter Katusha Sanchez was ook in het André Kampenveenstadion. En zij was in gesprek met Roberto Geudeken, de coach van Robin Hood. En dan sta ik met Roberto Geudeken. Roberto, je gaat de wedstrijd afsluiten met een gelijkspel, 1-1. Is niet naar tevredenheid als ik zo naar je gezichtsuitdrukking kijk? Nee, sowieso niet. Je weet, elke wedstrijd komen we om te winnen. Jammer genoeg is het vandaag niet gelukt. De wedstrijd is 1-1 geëindigd. Over het resultaat ben ik niet ontevreden, maar over het geleverde spel wel. In vergelijking met de voorgaande wedstrijd. Ik vond dat die agressiviteit veel minder was vandaag. En dat die drang om te winnen niet aanwezig was. En dan sta je heel vroeg op een achterstand. Je komt terug, zoekt de gelijkmaker en vindt hem ook. Ga de kleedkamers in. Wat waren je opdrachten voor de tweede helft naar je spelers toe? We zagen dat vooral het middenveld heel goed werd bezet door Transvaal. En we wilden in de tweede helft meer het flankenspel tot ontwikkeling brengen. En dat niet goed is uitgepakt, omdat we toch wel proberen die bal centraal te hebben. Dus we wilden gewoon via de flanken de tweede helft beter bespelen om zodoende tot scoringskansen te komen. Het nieuws heeft ons bereikt deze week dat 5 spelers bij Transvaal abrupt vertrokken zijn. Heb je daarop kunnen inspelen en hoe is dat nieuws bij jou overgekomen? Het was geen nieuws voor mij. Voor mij was het belangrijk dat Transvaal tegen Robin Hood zou spelen. Het is niet dat bij wijze van spreken Stefano Reisel tegen een Ferber zou spelen. Het gaat om Transvaal tegen Robin Hood. En we weten, zulke wedstrijden zijn toch wel wedstrijden die toch voor beide coaches belangrijk zijn. Dus het was een normale wedstrijd die we wilden winnen. Een klassico in principe die we wilden winnen. Maar jammer genoeg is dat niet gelukt. Succes bij je volgende wedstrijd en dankjewel. Dankjewel. En dan hebben we beide collega's gehad in gesprek met de verschillende coaches. En dat hoort natuurlijk altijd bij een klassico. En na de ontmoeting, los van de interviews, hadden wij natuurlijk onze nabeschouwing of de analyse na de ontmoeting. En de andere collega, ja, die zijn er genoeg, Ivan Sommerfield, in de analyse in gesprek met Ashwin Gijbersing en Delano Baal. Na dus geluisterd te hebben naar de verschillende interviews, als het dus ging om de ontmoeting tussen Transvaal en Robin Hood, is het natuurlijk ook goed om ook de wedstrijd te analyseren. Zoals u dus zelfs hebt gemerkt, is het zo dat Transvaal heel vroeg op een voorsprong kwam middels de 11 meter stip. In het verlengde daarvan hebben ze nog proberen aan te vallen via de lange ballen. Uiteindelijk lukte het niet altijd, want Robin Hood die had er natuurlijk ook antwoord op. Maar laten we even gaan naar de heer Barren als het dus gaat om de eerste helft te analyseren. Hoe kijkt u terug naar de eerste helft als het dus gaat om het technisch gedeelte, gelet op het spel dat geleverd is tussen Robin Hood en Transvaal? Oké, om kort hierop te reageren. Robin Hood had veel meer balbezit. Hij had een veel beter overweg. Ze hadden een positiespel, die zat er lekker uit. Zag er lekker uit. En ze hebben ook geprobeerd door middel van de ballen over de flanken te komen tot voorzetten in het doel. Transvaal, zoals je zei, van vroeger 1-0 voorsprong, penalty. Daarna is Transvaal dan gaan inzakken tot voor hun 16 meter gebied. En dan proberen met lange ballen, terecht lange ballen, maar dat kwam niet helemaal tot zijn uiting. Pas in de 44ste minuut, 1 minuut voor de halftime, zag ik dan een goed combinatiespel waarbij we waren bij betrokken. Shafi, Sorenzo Jurians, ja, jongens die echt dominant kunnen spelen met de bal aan de voet. Waarbij er toch nog een uitgesproken kans kwam voor Carlos. Maar helaas trapte hij over. Ja. Goede kansen dus gecreëerd aan de kant van Transvaal. In eerste instantie bleek dus dat ze echt via de lange ballen hebben geprobeerd. Robin Hood op zijn kant of aan zijn kant heeft dus via de flanken echt gevoetbald vanaf het middenveld uit. En dat heeft natuurlijk ook geresulteerd in een 1-1 gelijkspel. Als je dus zo kijkt dat Robin Hood geprobeerd heeft via de flanken te spelen en spel is tot uiten gekomen. Transvaal die moest dat hebben via de lange ballen, maar het is dus niet gelukt. Hoe blik je daarop terug? Ja, net als collega Bouwsen net zei, overwicht van Robin Hood was duidelijk zichtbaar. Vooral over die flanken waar je 2 jonge verdedigers had van Transvaal die natuurlijk hun best doen.
Ik moet wel zeggen dat het centrale duo en de doelman van Transvaal met kunst en vliegwerk eigenlijk de ploeg erin houden. Op een gegeven moment zag je ook dat in de tweede helft de druk van Robin Hood een beetje groter werd. Echt rondom die 16 van Transvaal. Maar ze hebben het volgehouden en dat punt eigenlijk eruit gesleept. Want ja, Robin Hood zat inderdaad echt beter in de wedstrijd. Maar je ziet dat met het harde werken en blijven inzetten, dat ze toch dat punt eruit hebben kunnen slepen. Ja. En als je dus kijkt naar de tweede helft, Robin Hood is heel fel begonnen. 2-3 redelijke scoringskansen, ook een technische fout van een verdediger aan de kant van Transvaal. Die speelt het leder richting doelman, terwijl hij het leder eigenlijk naar buiten had moeten spelen. Hij had een hartje gespeeld en of het leder was achter de doellijn. En dan had Transvaal het heel moeilijk in de overige minuten van de wedstrijd. Ja, terecht hè. Maar dan is het zuiver een stukje van communicatie dan ontbrak en wat een beetje concentratieverlies. Aan de andere kant had je dan ook de situatie van, ja, hoe is die jongen weer, Akula. Ja. Akula van Abiteng samen met Akula en Sorenzo Julians. Als Akula, als Abiteng even nog had opgekeken, had hij de bal gespeeld voor Julians en dan was het dan 2-1. Want Robin Hood is massaal in de aanval gegaan en het was op een gegeven moment een overtal situatie 3-2 voor het doel van Robin Hood. Dus in feite kon in de laatste minuten, los van die kleine tactische foutjes van Transvaal, ook Transvaal die 3 punten gehaald hebben. Ik ben het helemaal met u eens. Als u dus kijkt naar de laatste minuten van de ontmoeting, kreeg Transvaal een heel goede aanval. Ze gingen dus vanuit de rechterflank. Maar de speler was een beetje te langzaam aan het denken om het leder voor het doel te trekken en kwam dus terug bij Kleidel Kohinoor. Ja, kijk, het was Abiteng die bal daar kreeg. Eigenlijk in een 1-tegen-1 situatie op dat moment. Je ziet dat hij niet versnelt, dat hij een beetje dribbelt. Wat er gebeurt is, Akula die gaat diep, Julians komt erachter. Maar wat je dan ook krijgt is die Robin Hood verdedigers die, omdat hij niet zo snel reageert en niet versnelt eigenlijk, ook terug kunnen komen. En eigenlijk die kans een beetje verspeeld. Want als hij wat sneller had gedacht, sneller had gehandeld, zat daar inderdaad het winnende doelpunt in. Ik moet ook wel zeggen, Abiteng heeft wel 90 minuten gesleurd. Ja. Dus ik kan me best voorstellen dat je in die laatste minuten niet meer die energie hebt om na zo'n 90 minuten echt te versnellen. Maar dat zouden ze wel moeten doen. We hebben het dus gehoord, beide analisten hebben dus hun mening gegeven, althans gelet op verschillende spelmomenten. Hebben ze dus kunnen voorwoorden wat ze van het spel van Robin Hood en Transvaal vinden. En dat gebeurt alleen maar bij QN Sport. Nou heren, vanuit deze kant de hartelijke dank uitspreken voor de manier hoe jullie het naar voren hebben gebracht. En hopelijk dat de sporters het ook helemaal hebben begrepen op de manier hoe deze heren eigenlijk een oog voor voetbal hebben en het natuurlijk met jullie willen delen. Mijn naam is Ivan Summerfield. Heren bedankt. Fijne avond. Goed, dan hebben wij dat alles gehad. En natuurlijk was Transvaal Robin Hood de topper van deze speelronde, maar niet de enige wedstrijd van deze speelronde. Daarom gaan we even kijken naar alle uitslagen. Dan hebben we natuurlijk alle uitslagen en de standenlijst gehad van deze SCB Eerste Divisie. Veel aandacht besteed aan de klassico tussen Transvaal en Robin Hood. Dat hoort ook zo te zijn. Dat gebeurt bij alle toppers in het buitenland. En dan heeft u een uitgebreid verslag gehad. De interviews gehad van de coaches, de analyses en hoe wij het vanuit de studio hebben gedaan. Tot besluit van QN Studiosport even kort nog vooruitblikken. Aanstaande woensdag hebben we Champions League voetbal. Het begin de 8e finale. 16 clubs die gaan het tegen elkaar moeten opnemen in het concept van 2 wedstrijden per dag. Rashid, even snel, 12 februari hebben Man United tegen Paris Saint-Germain en Roma tegen Porto. Wat voor matchup zie je daar? Nou, Man U tegen Paris Saint-Germain, dus Man U op Old Trafford eerst. Ja. Ik denk dat Man U daar gretig gebruik zal maken van het gemis van Neymar. En misschien wel gedurende beide legs van deze partij, zowel uit als thuis. Ik denk dat het een groot gemis voor Paris Saint-Germain zal zijn. En Man U goed draaiende op dit moment, denk ik dat ze ook
op het hoogste niveau, het Europees niveau, een goede indruk zullen achterlaten. Wat denk je zelf van Roma tegen Porto? Roma-Porto, denk ik dat Roma wel aan het langste eind zal trekken. Als ik terugkijk naar het vorige seizoen. Dat zijn de match-up van dinsdag aanstaande, 12 februari. En dan woensdag 30 februari, waar veel ogen ook uitgaan naar de ontmoeting tussen Ajax en titelverdediger Real Madrid. Johan Cruijff Arena is stijf uitverkocht. Rashid, het is zover. Ajax goede race gehad in de eerste ronde van Champions League. En nu hebben ze titelverdediger Real Madrid op bezoek. Zeg je van een moeilijke partij voor Ajax? Een zeer moeilijke partij voor Ajax, want Ajax heeft nu bepaalde druk op zich, omdat ze het seizoen en het kalenderjaar 2019 gewoon slecht gestart zijn. En mannetjes staan niet scherp, dat zijn de analyses ook vanuit het buitenland. Ajax zal het moeilijk krijgen in Amsterdam Arena, als je het aan mij vraagt. Zie je ze toch wel een lichte overwinning krijgen op Real Madrid? Nee. Toch niet? Nee, ik zie dat, voor de Amsterdamse zie dat niet gebeuren. Okay. Maar goed. Je weet maar nooit. Je weet het maar nooit. Goede testcase ook, want Ajax is kwetsbaar achterop. Absoluut. Absoluut kwetsbaar. En ik denk niet dat die jongeling die tegen Feyenoord in het centrum stond, opgewassen is tegen Real Madrid. Maar ook een Daley Blind lijkt me niet de geschikte man om naast Matthijs de Ligt te spelen centraal. En dan besluit Tottenham Hotspur tegen Borussia Dortmund. Interessant duel. Absoluut een interessant duel. Tottenham doet het goed in de Premier League, maar ook Borussia Dortmund doet het heel goed in de Bundesliga. En gooit hoge ogen naar de titel na jaren weer in Duitsland. Bedankt voor je fantastische bijdrage. Absoluut. Natuurlijk ook nog wel jammer, Koesje. Dat het uiteindelijk, aan de ene kant is jammer, maar Salah, het lijk van Salah is gevonden. Ja, zeker. Om dat nog even door te geven, zijn lijk is gevonden. Bracht ze ook helemaal op de bodem van de zee. Dan kan de familie rust krijgen. Toch dat zeker, Rashid. Maar het gaat niet alleen om Salah. Ook het lijk van de piloot. Absoluut, het gaat om twee mensen. Ja. Omdat Salah de populaire transfer had. Maar wat me wel verbaast is, terwijl ze lijkt nog gezocht waren in de business. Toen zegt men, zei Nant ineens van, ik wil 15 miljoen terug. Ja. Want ik heb hem verkocht naar Cardiff en hij is overleden. En is keihard. Keihard. Op dat moment, het moment dat Salah, mee, he rest in peace, op weg is naar Engeland, heeft de deal al plaatsgevonden. Vonden, ja. En nu eisen ze 15 miljoen terug. Hij is nog niet, hij is pas gevonden, niet eens begraven. En wat dan gevochten om. Ja. Dus, en natuurlijk, dat is verschillend als dit, maar het is keihard. Ja. Nou. En natuurlijk wat natuurlijk bedroevend is geweest, is de drama die heeft plaatsgevonden in Brazilië. 10 doden bij brand bij het jeugdcomplex van Flamengo. En dat het complex van Flamengo heet Ninho de Urubu. Toch waarbij 4 spelers zijn omgekomen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Te bedenken dat Vinicius van Real Madrid uit de jeugdopleiding komt. Toch wel triest om te zien dat er 10 doden zijn gevallen op het jeugdcomplex. Absoluut, Koesje. Waar dit soort dingen gebeuren, zo'n manier om het leven gaan. Het is gewoon keihard. Ja. Goed, nogmaals bedankt voor je fantastische bijdrage. Hey, graag gedaan, Koesje. Oké. Dan zijn we gekomen aan het eind van QN Studio Sport. Ik wil natuurlijk al mijn collega's in de studio bedanken die een fantastische bijdrage hebben geleverd tot het tot stand komen. Van top tot teen. En natuurlijk onze collega's in het stadion. Om natuurlijk Transvaal Robin Hood helemaal uit te rafelen, te interviewen, te analyseren en natuurlijk ook het allemaal vast te leggen en het klaar te maken. Want zo hoort het wel. Wat ons betreft, tot volgende week zondag. Blijf natuurlijk het sportkanaal in de gaten houden op zaterdag en de zondag. En als er andere nieuwigheden zijn, dan komen we bij terug. Wat mij betreft, tot de volgende week. Goedenavond.